Ik ben Tom, 33 jaar uit Eindhoven, politicus, docent en trouwambtenaar. Ik heb me opgegeven omdat ik rolmodel wil zijn van Mr. Gay op een hoger platform dan wat ik nu in het dagelijks leven kan zijn. Ik ben nu docent op het HBO. Ik ben politicus in de gemeenteraad in Eindhoven. Raadslid en voorzitter van de Roze Zaterdag, Tom van den Nieuwenhuizen. Het gaat over het gevaar, het gaat over de problemen die het veroorzaakt bij dieren. Het gaat over een stukje duurzaamheid. Daar probeer ik oud te zijn, open te zijn wie ik ben. Te laten zien dat homo zijn oké is en dat je dan nog steeds alles kunt zijn wat je wil zijn. En als Mr. Gay zou je dat kunnen zijn voor iedereen in Nederland die zichzelf wil zijn. Weer een mooi antwoord bij, het is ook best wel lang. Ja, mijn item moet gewoon 7 minuten worden. Ja. 82% van de Nederlanders is nog heel negatief ten opzichte van homo's. Dat vind ik schokkend in Nederland. En ik geloof echt dat als iedereen zichzelf mag zijn, kan zijn en durft te zijn, dat hij alles kan worden waar hij van droomt. En daar hoop ik mensen toe te kunnen inspireren. Nou, het homo-ouderschap is op dit moment niet goed geregeld in Nederland. Zeker de samengestelde gezinnen niet. En dat zou ik politiek op de agenda willen zetten en bespreekbaar willen maken in Den Haag, waar het veranderd dient te worden. Ja, ik ben politicus. Ik weet hoe dat werkt en ik weet waar ik moet lobbyen en ik weet dat je lange adem moet hebben. En er zijn mensen die dat al doen en ik hoop daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Ik wil me ervoor inzetten dat jij jezelf mag, kunt en durft te zijn. Dus stem op Tom.